Is hier iemand? Hallo! Oh, wat is dit? Wat heb ik gewonnen? Ik zie wat ik wil. Where are you? Hallo lieverd en welkom bij deze tweede gaming video. Als je nog niet gekeken hebt naar de eerste gaming video, ga die dan even kijken, want dan worden dingen wat duidelijker. En heb je me nog niet gevolgd, doe dat dan zeker, want zo mis je geen enkele video. Oké, genoeg gepraat. Het is tijd om aan de game te beginnen en ik heb er alvast super veel zin in. Oké, we zitten nu in de game en wat ik gedaan heb ondertussen is een heel deel van deze dingen weggedaan. All over the place. En ik heb heel erg goed nieuws, want door die dingen weg te doen, krijg je heel vaak muntjes. En ik heb dus heel erg veel muntjes kunnen verzamelen. Daarmee kunnen we dus vandaag heel wat dingen mee doen. Van McDuck kunnen we verschillende opdrachten gaan doen. Ik heb gemerkt dat als dit in die verschillende dingen gaat, dat er een bepaald tijdstip aan zit. En dan verdwijnen die dingen. Dus dan moet je altijd heel snel zijn. Oeh, ik loop er voorbij. Hierachter zit ook nog zo'n ding. Dat gaan we ook nog wegdoen. Oh, wat is dit? Wat heb ik gewonnen? Nog een royal tool. Oh my god. Kijk hoe snel we die gevonden hadden. Dus daar kan ik blijkbaar plantjes mee water geven. Heel fijn. Al trouwens, ik heb ook de outfit helemaal veranderd. Omdat ik dat wel fijn vond. Zoals je kan zien, heb ik nu een rode broek aan. Gele schoenen, een petje. En of course de mega leuke Disney rugzak. Maar die ziet je niet helemaal door haar, spijtig genoeg. Maar bon. Oh, Merlin die heeft een bolletje op zijn hoofd, dus daar gaan we even mee praten. Oké, dus Merlin is heel erg blij dat ik een gieter heb gevonden. Merlin vraagt nu of ik de Hythorns, dus die dorens, weg kan halen bij het kasteel. Dus ik moet genoeg Dreamlight punten verzamelen. En zo zou ik normaal gezien, als ik het goed voor heb, de dorens kunnen weghalen bij het kasteel. Dus we zullen eens kijken hoeveel punten ik heb. Ik heb er 1200. Ik weet niet hoeveel ik ervoor nodig heb. Maar ik wil eerst even naar McDuck gaan. Want die had 1000 muntjes nodig. Ik moet blijkbaar het sign unlocken, zoals we het vorige keer hebben gedaan met Goofy zijn kraampje. Let's open a shop en het kost ons 1000 muntjes. Dat is best veel, maar oké. Okay. Oh kijk hoe cool. De shop opent zich tot een mooi gebouw. En natuurlijk is hij heel erg gelukkig dat we hem geholpen hebben. Oh, en hij geeft ons 400 muntjes terug. Nu hebben we een quest van McDuck en hij vraagt om iets te kopen in de store. Dus we gaan even naar binnen gaan. Oh, daar staat hij! Oh, en Goofy is hier ook. Wat kunnen we hier allemaal kopen? We zullen eens rondgaan. Oh, oh, oh. Ik zie al wat ik wil. Ik zie wat ik wil. Ik wil het koffiemachine. Ja, als jullie me kennen, dan kennen jullie me. Maar ik wil bij latte macchiato's. Ja, ik wil hem. Of course. Ik kan niet leven zonder mijn latte macchiato's. Tada! Die hebben we gekocht. En nu kunnen we terug praten met McDuck. Als je wilt stilstaan. Haha. Oké, dus momenteel zijn we even klaar met McDuck. Ik heb gezien dat Mickey Mouse ook een quest heeft. Dus we gaan eerst even naar Mickey voor we verder gaan. Waarom kruik ik hier niet buiten? Dit is toch de uitgang? Nu gaat het wel. Ik hoop dat Mickey Mouse in zijn huisje zit. Oh, ik zie hem al staan. Dan hoef ik hem niet te zoeken. Heel erg goed. We gaan hier die zaadjes in planten. En dan gaan we die water geven. Tadaa! En nu kan ik met Mickey terugpraten. Mickey vraagt om appels te gaan verzamelen. Maar zijn heb ik er al best wel veel. Mickey mist echt Minnie Mouse. Dus hopelijk vinden we Mickey Mouse snel, zodat Mickey gelukkig terug wordt. Oké, dus we hebben appels genoeg. We hebben die plantjes genoeg. Dus we moeten blijkbaar naar mijn huis gaan. En hopelijk vinden we Mickey in mijn huis. Oh ja, Mickey is in mijn huisje. Oh my god. Ik had nooit gedacht dat ik die zin ooit zou zeggen, maar oké. Okay. Mickey heeft bedacht dat ik geen stof heb, want er staat bijna niks in mijn huisje. Maar Mickey heeft een stof voor mij, dus die gaat hij volgens mij aan mij geven, zodat we toch nog verder kunnen gaan met het koken. Ja, dankjewel Mickey voor de stof. Nu moeten we die stof waarschijnlijk in mijn huisje zetten, want anders zijn we daar niet veel mee. Dus we gaan hier gewoon... Oeh, dat was heel snel. Helemaal klaar. Dus we moeten een fruitsalade maken en crackers. Want die crackers, die zijn eigenlijk voor mini. Eerste fruitsalade. Is het enkel en alleen dat en... Tada! Daar is onze fruitsalade. Ik wou echt dat het zo gemakkelijk was bij mij.
Maar helaas niet. Oké, dus die fruitsalade hebben we gehad. Nu kunnen we nog iets anders. Want Mickey wil ook nog de crackers hebben. Daarvoor hebben we graan nodig. En dan die stenen om dat te koken rillen. En tadaa, daar zijn de crackers. Ze zien er wel goed uit. Ik zou ze wel willen eten. Oké, dan zijn we klaar daarmee. Is Mickey hier nog? Waarom staat Mickey in de deur? Kom naar hier, Mickey. Mickey! Please come to me. Ja. Oh, ja, dat is te ver. Oh, wat gebeurt er nu? Oh, ik heb terug een nieuw level van friendship met Mickey. Oké, dat is ook klaar. Kunnen we kijken wat we nog moeten doen? Ik kan dingen collecten, dus dan doen we dat maar even. Ik heb oortjes gekregen van Mickey. Oh my god, die zijn zo cute. Maar ik heb al een pet op mijn hoofd. Dus met die dingetjes... zou ik het veranderen? Oké, ja, we gaan het veranderen. Wacht even. Dan gaan we die pet wegdoen. En dan gaan we die oortjes opzetten. Tadaa! Oh my god, ja, die is wel cute. Oké. We gaan het zo even houden. Wat kunnen we nog allemaal doen? Oké, dus ik heb nog 200 van die Dreamlight dingetjes nodig. Vooraleer we die door een weg kunnen doen bij het kasteel. Dus dat gaan we momenteel nog niet. We kunnen nog even gaan praten met McDuck. Dus dat gaan we even doen. Ik zie een muntje. Oh my god. Ja, oh, het is maar 2. Maar oké. Ik denk dat je... Oh, we zullen deze even wegdoen. Ik heb hier echt mijn werk van gemaakt om gisteren al die dingen bijna weg te doen. Maar letterlijk, I don't know waarom, maar die groeien gewoon terug. Want er stond er letterlijk amper nog eentje. Oh, ik zie een schatje staan. Die gaan we even opdoen. Wat zit erin? Muntje, hoeveel? Heel veel muntjes. Ik denk dat we hem terug gaan vinden in de store. En daar staat hij hoor. Kunnen we even met hem praten en kijken wat hij graag wil. Dus hij heeft een probleem, want hij heeft niet veel klanten. Omdat niemand blijkbaar weet dat hij terug in business is. Dus we zullen hem even helpen met reclame maken, I guess. Oh, oké. Hij heeft mij een t-shirt gegeven met reclame van de store op. Dus misschien moeten we die even aandoen. Wat een leuke t-shirt. Oké, die doen we aan. Hij loopt weg, maar ik heb hem nodig. McDuck heeft softwood nodig om iets te maken voor hem. Dus we zullen even buiten gaan kijken of we nog een paar van die softwood dingen kunnen vinden. Ik ben er net wel heel deel voorbij gewandeld. Dus die gaan we gewoon even oprapen. Ja, hier liggen er 3 hoor. Dus die nemen we even op. Ik weet niet hoeveel ik er nodig heb, want daar heeft hij weer niet specifiek uitgelegd. Ik zag er daar verder ook nog een paar liggen, maar ik denk dat dit wel genoeg gaat zijn. Dus, we gaan weer even terug. Hoe grappig dat die rugzak ook zo helemaal beweegt als je aan het lopen bent. Oké, dus we kunnen iets gebruiken dat in zijn store staat om dingen te maken. Ik denk dat ik die al heb zien staan, daar ergens in de hoek. Ja, kijk, daar staat hij. En wat gaan we nu moeten maken? Daar is het wat we moeten maken. We maken er 4. Wat moet ik met die sign doen? Oké, dus we moeten er 4 hebben en die moeten we ergens in de valley gaan plaatsen. Dus laten we dat even doen. Misschien kunnen we er hier ergens eentje plaatsen. Yes. Oké, dus dit is de 3e. Oh, het is zo gevoelig. Die zetten we ook nog ergens. Heel mooi, gewoon in het hoekje. Oh, of het gaat niet. Jawel toch. Ah, oké, nee. Oké, we hebben er 4 geplaatst en dat was wat hij wou. Hij zegt dat ons werk nu al heeft geholpen en dat de shop al heel de dag heel druk was. Aha. Dat geloof ik natuurlijk meteen, maar oké. Oh, hij wil dat ik bloemensoorten verzamel om in die bloempotten te steken die hij mij juist heeft gegeven, denk ik. Die geel nodig en waarschijnlijk iets aan een paarsachtige bloem. Dus we zullen even gaan kijken. Ondertussen loop ik nog altijd met die gieter rond. Misschien moet ik dat even veranderen. Die gieter, die doen we even weg. Doei doei gieter. En we zoeken een soort van gele bloemetjes. Oh, ik denk dat daar... Oh, ik denk dat het deze purple zijn. Deze. Zullen we eens kijken of ik het juist heb. Oké, nee. Die blauwe zijn het niet. Want anders zou er zo'n ding bij staan. Dan moeten we andere gaan zoeken. Er stond toch... Paars, dat is toch paars, of niet? Maar dat zijn toch die bloemen, die zijn toch paars, of duidelijk? Dat zijn ze niet. Ik weet niet wat dat is. Ik heb geen idee! Nee, dat is het ook niet, hè? Merde. Oh, Mickey Mouse heeft ook een dingetje boven zijn hoofd. Dus we zullen even kijken wat hij te zoeken heeft. Mickey wil gewoon even een gesprekje hebben, denk ik.
Oh, hij heeft een paar bloemen nodig en some wood. Dus dat zullen we ook wel even ondertussen doen. Dit denk je nu ook weer even removen. Oh, een muntje! Yay! Ach, was geld verdienen het echt ook maar zo makkelijk. Oké, dus soft wood heeft hij nodig. Daar heeft hij er 8 van nodig en ik heb er momenteel 3. Merlin, je moet even wachten. Ik ben eerst met 2 andere mensen bezig. Je staat in de rij. Ik denk dat Mickey Man het volgen is. Dit zijn blauwe. We hebben nodig nog van die houten dingen. En witte daisies. Ik heb echt geen idee waar witte daisies gaan staan. Misschien moet ik even naar beneden gaan. Oh, ik zie daar nog wood liggen. Dus die gaan we ook even collecten. Wood hebben we genoeg. Ik heb dus alleen nog die witte bloemen nodig. Ja, ik zie witte bloemen staan. Dit gaan ze zijn, dit gaan ze zijn. Ja, ik heb ze gevonden. En er staan er ook er ineens 3. Tadaa. Dus we gaan eerst verder met Mickey. Oh, ik kan nog wel deze harvesten. Tadaa. Mickey, don't run away, please. We gaan een birdhouse maken waarschijnlijk met Mickey. What's next? Dus we moeten zo'n birdhouse craften. Dus dan gaan we even naar de shop, want daar is zo'n crafting tafel. Dus misschien kunnen we dat daar maken, denk ik dan. Goofy, helemaal happy. Ja, de birdhouse van Mickey kunnen we maken. Place the tall birdhouse in the village. Oké, dus we gaan die birdhouse ergens in de village moeten plaatsen. Waarom ga ik hier nooit buiten? McDuck doet dat expres. Maar echt letterlijk. Anna en Mickey dat graag wou, zullen we die dicht bij Mickey zijn huisje zetten? Waar zullen we hem zetten? Misschien hier ergens in het zonnetje? Kijk, ja, dat is hem. Dat wordt het plekje. Je ziet niks door de bron, maar kijk, daar staat hij helemaal te shinen. Hoe leuk. Toen kunnen we terug met Mickey gaan praten, dus moeten we Mickey even zoeken. Waar is Mickey Mouse? Waarom zie ik niemand? Is hier iemand? Hallo? Oh, daar is Merlin, maar ik zoek niet Merlin, ik zoek Mickey. Mickey, where are you? Oh, ik zie een bananenplant. Ik was aan het denken, is het nu een draak? Maar nee, het is gewoon een bananenplant. Hey, Mickey! Oké, nee, ik ga Mickey gewoon zoeken op de map, want ik kan hier uren gaan zitten zoeken. Waar is Mickey? Ach, oh, kijk, serieus, we kwamen vandaar. Het is oké, het is oké. We vinden hem zo wel. Waarom is het lijntje ineens weg? Aha, daar is het terug. Het wandeltje van Mickey is zo cute, maar echt niet normaal. Oh, hij is aan het wachten op Minnie Mouse. Oh, Minnie disappeared. En hij weet niet waar hij haar kan vinden. Oh, zo schattig en zo zielig. Ik hoop echt dat we Minnie Mouse heel snel gaan terugvinden. We moesten die dingen nog even gatheren. Die bloemen voor McDuck. Ik denk misschien dat we die hier gaan vinden. Yes! Oké, ik denk dat ik nu terug kan naar mijn duck. We moeten weer iets gaan craften. Tada! Laten we eerst even naar Merlin gaan voor verder gaan met mijn duck. Want daar is ook weer een ding wat we kunnen doen. We kunnen naar het Dream Castle gaan. En daar kunnen we hopelijk de dorens weghalen. Spannend! Jezus, Merlin loopt zo snel! Hoe oud zou Merlin eigenlijk zijn? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hij kan sneller lopen dan mij. Dat is een slecht teken. Oké, dus met 2000 van die light dingetjes kunnen we dit weghalen. Tadaa! En nu kunnen we naar binnen gaan. Oh, wauw, kijk hoe mooi. Oh. Ah, weer zo'n dorens. Oké, er zijn dus mensen die in het Dream Castle waarschijnlijk gevangen zitten. I am excited to meet new friends. Dus blijkbaar achter elke deur schuilt er zich een nieuw karakter, een nieuwe toekomstige vriend van mij. En ik moet een ding vinden hoe ik hen terug thuis kan brengen. We kunnen al 1 deur unlocken. We kunnen uit 3 opties kiezen. Oké, ik denk dat de eerste Wally gaat zijn. De tweede gaat sowieso Raimi zijn. Die laatste weet ik niet. Maar ik weet dat Mickey heel vaak praat over Raimi. En Raimi is een little chef. Dus we zullen even naar Raimi gaan en die terughalen. Want zo wordt Mickey misschien iets gelukkiger. Het is nog altijd niet Minnie, maar het is wel al een vriendje van Mickey. Er is 1 deur open gedaan. En ik zie daar ook al direct een kist staan. Dus we zullen eerst de kist open doen. En dan gaan we naar Raimi. En hopelijk wil hij met ons meegaan. Oh, daar is hij! Hoe mooi is dat wel niet gemaakt. Maar echt, ik ben er versteld van. Oh, hij ziet er heel erg bedenkelijk uit. Ik ben verliefd op deze plek. Ja, ik wil hier koken. Oh, daar is hij, daar is hij. We kunnen met hem gaan praten. Hello, human, I don't know. Hello.
I'm a huge fan, of course. Kan ik Remy misschien helpen? Heb ik ooit in een keuken gewerkt? I'm an okay chef. Niet echt, maar voor de sake of the game ben ik dat misschien wel een beetje. Oh, ik moet... Nou, heel fijn. Ik vraag of ik keukenervaring heb en ik mag de dishes gaan wassen. Oké. Sure, I wash them. Oké, dus we gaan de dishes moeten gaan wassen. Waar staan de dishes? Ah, hier staan ze. Ja, ja, ik heb ze, maar ik kan niks oprapen. Waarom doet het niks? Dit zijn toch de dishes? En het glinstert, maar ik kan het niet oprapen. Misschien ben ik iets fout aan het doen. Oh, er staat use your watering can to wash the dishes. Oké, dus we moeten onze watering can pakken. Oké, en dan moet deze zo gewassen worden. Oké, apart. Deze zijn proper. Oh, daar staan er nog. Hier zijn er ook nog. En dan moeten we er nog eentje vinden. Oh, en daar staat de andere dishes. Tada! Helemaal proper. Ik wou dat dat in het echt ook zo was. Nu kunnen we terug met Remy gaan praten. Of course is hij helemaal blij dat ik de dishes heb gedaan. Oké, dus nu wil hij graag dat ik ga koken, denk ik. Oh, kijk. We hebben een vis gegrild. Juppie. Nu wil hij hetzelfde, maar dan met fruit. Dus dan moeten we even fruit gaan halen in de keuken. Fruit zoals een appel zou kunnen. Een appel, een vis. En dan starten we met het koken. Het ziet er hetzelfde uit. Het is volgens mij gewoon hetzelfde. Maar oké. Remy is denk ik gelukkig, dus dat is al wat er telt. Oké, dus ik heb Remy kunnen overtuigen om in onze village te gaan wonen. Het enige wat hij nog nodig heeft is een huis. Want die kan natuurlijk niet slapen in de keuken. Dus we gaan sowieso volgende keer ervoor zorgen dat Remy een huisje heeft om in te wonen. Vond je deze video nu leuk? Laat dan zeker een like achter hier beneden. En als je me nog niet volgt, dan kan dat ook nog altijd. Zodat je zeker niks mist van deze video's die ik maak. En dan zie ik je volgende keer weer terug bij een nieuwe gaming video. Waarbij we Remy een huisje gaan regelen. Oké, bye!